iedereen, vandaag heb ik voor jullie een superleuke video, namelijk een parfumstash. Ik kan me helemaal niet meer herinneren wanneer de laatste keer is dat ik dat gedaan heb. En sinds ik in de IC Paris werk, is mijn parfumstash toch redelijk wat gegroeid. Omdat ik gewoon meer geïnteresseerd ben geworden in geurtjes. En ik het gewoon heel fijn vind om dagelijks een lekkere geur aan te brengen. Ik ga jullie laten zien waar dat ik mijn parfum heb opgeborgen. En daarna ga ik één voor één de geurtjes met jullie af. En een beetje uitleg over geven waarom ik hem zo lekker vind. Want ik heb heel veel soorten geuren. En het hangt een beetje van mijn mood af wat voor soort geur ik wanneer wil dragen. Dus kijk zeker verder als je dat leuk lijkt. Allereerst heb ik hier bij mijn beautyhoekje waar ik dagelijks mijn make-up doe. Die zit ook in dat toiletzakje. Heb ik ook mijn alledaagse parfum staan. Momenteel is dat L'Intre des Rouges van Givenchy. Dit verandert heel vaak moet ik wel zeggen. Want ik ben iemand wat vrij snel een geur beu wordt. En zeker heeft het ook te maken met mijn mood, hoe ik mij voel, ook met het weer. Vandaag is het bijvoorbeeld heel zonnig weer en vind ik deze geur echt de winters. Dus dit flesje wat dan hier bij mijn make-up hoekje staat, verandert geregeld. Maar momenteel is het dan wel deze. Mijn andere geurtjes heb ik hier staan. Dit is op een deksel van een doos wat ik ooit eens gehad heb. Dus niet speciaal. Ik wil dit systeem misschien ooit eens veranderen naar een mooie plateau of een soort van spiegel. Dat zo de flesjes erin weer spiegelen. Dat vind ik ook heel leuk. Maar ik heb in nog geen enkele winkel echt iets heel leuks gevonden als alternatief. Dus hebben jullie leuke ideeën waar ik mijn parfums nog op kan plaatsen? Laat het zeker weten, want dit wordt uiteindelijk ook te klein als mijn parfumstash nog uitbreidt. Dit wil ik binnenkort ook wel gaan veranderen qua geuren wat hier bovenop staan. Omdat het lente slash zomer gaat worden. En dan heb ik weer meer zin in andere geurtjes. Dus dit is ook niet alles wat ik heb. En hier zit de rest van mijn collectie. Dit is totaal niet georganiseerd. Dit is er gewoon random bijgezet. Omdat het, de geuren wat op mijn kast staan eigenlijk volledig vol staan. Omdat het ook een vrij klein plateautje is. Of ja, deksel in mijn geval. Dus al de rest staat eigenlijk gewoon hier. En ik wil dat eigenlijk wel echt eens gaan uitzoeken en mooi gaan zetten welke geur ik op het moment veel draag en graag ruik. Dus dat is hoe het er voor nu voor staat en ik ga ze nu met jullie overlopen. Zo, ik heb nu eventjes al mijn geurtjes hier naast me uitgestald en per merk gesorteerd. Zodat het gewoon wat makkelijker is om ze te overlopen en het ook een beetje overzichtelijk blijft als ik gewoon merk per merk afga. Ik zal beginnen met mijn meest grappige oldschool parfum en dat is Eau de Zwitser. Dit is een geur die ik niet echt vaak opdoe bij mezelf, maar ik bijvoorbeeld heerlijk vind om over mijn beddengoed te parfumeren. Of ik heb ook zo een vuilbakje in mijn kamer staan waar ik bijvoorbeeld papier in gooien of karton van pakketjes of zo. Dus het is niet echt een vuilbak, maar meer zo dingen wat je in je kamer opent. Als ik online bestellingen heb of zo, dat ik daarin gooi. Maar als ik dan mijn vuilbak leeg maak om de zoveel tijd, dan wil ik ook wel eens heel graag deze geur erin sprayen. Dat het dan gewoon lekker ruikt. Ja, Zwitser, dat blijft gewoon altijd goed. Dat is echt zo babygeur. Heerlijk, love it. Maar het is niet per se dat ik het zelf op mijn kleding doe. Omdat het wel echt naar baby ruikt. Maar ik vind het heerlijk om dat in mijn kamer te verstuiven. Dus dat is geurtje 1. Komt ook van Kruidvat. Alle andere geuren die ik heb komen van de parfumerie. Dus ik ga beginnen met mijn geurtjes van Givenchy. En de eerste had ik net al laten zien. Dat is de L'Intre des Rouges van Givenchy. Echt een wintergeur. Herfstwinter. Heel zwaar. Zit ook vanille in. Wel heel erg lekker. Maar echt wel een zware winterse geur. Dan heb ik nog eentje van Givenchy. Dit was een limited edition. Dus die is denk ik ook niet meer te koop. Ruikt ook lekker. Een stuk frisser dan de Rouge. Maar ook ideaal zo voor nu deze periode. Want het is vandaag ook 12 graden. Zonnetje schijnt. Geen enkel. Ja, en dan vind ik zo een geurtje al helemaal in de stemming komen. Om in de stemming te komen van het mooie weer. Dus dit is ook echt een hele lekkere geur. Dan mijn Dior geurtjes. Nummer 1 favoriet van Dior is de Miss Dior Eau de Parfum. Hier heb ik ook mijn naam in gegraveerd staan. Ik weet niet of het heel duidelijk overkomt op camera. Heerlijke geur. Ook super mooi flesje met de handgemaakte strik dat erop zit. En ja, dit is gewoon de meest bloemige geur die ik in mijn collectie heb. Heel erg lekker. Ook heel fris. Maar omdat het een Eau de Parfum is, blijft hij wel heel erg lang hangen. Ja, echt een zalige geur. Dan heb ik ook van Dior de Miss Dior Rose and Roses. Dit is een Eau de Toilette. Het is ook een wat lichter geurtje. Maar ook ontzettend lekker. Ja, dit ruikt ook gewoon echt naar mooi weer. Ik heb sowieso met bloemige geuren heel fel het gevoel om dat te dragen als het mooi weer is.
Dus ja, Miss Dior geur vind ik sowieso heerlijk. Dan als volgende heb ik de Joy van Dior, de Eau de Parfum Intense. Dit is de vrouwelijke variant van de Dior Sauvage mannengeur. Ja, ook super lekker. Ook weer ietsje zwaarder. Want het is ook de Intense variant. Je hebt ook de gewone Eau de Parfum. Ja, deze vind ik ook heel lekker. Ik heb nog niet heel vaak gebruikt. Je gaat het ook zien. In sommige flessen is meer uit dan een andere. Omdat ik gewoon zo vaak varieer en gewoon zoveel heb. Dus ja, ik wissel wel regelmatig van geur. Dus het zal bij mij heel lang duren voordat er echt een flesje leeg is. Maar dat is deze. Dat waren dus ook allemaal geurtjes van Dior. Dan verder met Armani. Als eerste de Giorgio Armani My Way. Hele lekkere, zoete, zware geur. Ook meer een avondgeur eigenlijk wel. Ik draag hem ook wel naar het werk. Het is maar net waar ik zin in heb, zoals ik al zei. Maar ja, het is vrijwel een zware geur. Dan mijn all-time favorite geur om op stap te gaan is de Black Opium. Ik zie net dat ik die bij het verkeerde merk heb gezet, want dit is niet Armani, maar Yves Saint Laurent. Dat is als je te snel bent. Dus dit is van Yves Saint Laurent, de Black Opium Eau de Parfum Extreme. Heel lekker. Ik vind de klassieke Eau de Parfum ook heerlijk, maar de Extreme is net nog dat tikkeltje extra. Ja, altijd als ik een avondje uitga, heb ik Black Opium op. Dat was dus Yves Saint Laurent en niet Armani. En dan nog eentje van Armani. Dat is de klassieke Emporio. Die heb je ook voor mannen. Is die in het zwart. Ik heb dan de gouden flacon. Dit is echt zo'n heerlijke poedergeur. Vakantiegeur vind ik dit ook echt. Die moet ik eigenlijk ook echt eens meenemen op vakantie. Want ik vind het echt een ja, buitenlands geurtje. Heel lekker. Of ja, buitenlands. Ik bedoel gewoon een vakantiegeur. Dan mijn geurtjes van Chanel. Heb ik de klassieke Coco Mademoiselle. Maar dit is de Le Privé. Je hebt verschillende varianten hiervan. Deze vind ik ook heel lekker. Ook echt wel een avondgeur vind ik zelf. Heel lekker. Durf ik ook nog wel eens als roomspray te gebruiken. Fancy roomspray noem ik dat dan. Maar ja, heel lekker. Ook gewoon om over de kleren te verstuiven. Of in je kast te verstuiven. Echt heerlijk. Dus deze klassieke van Chanel. Dan een heerlijke geur, ook voor de lente zomer, is de Chance van Chanel, de Eau Tendre. Chanel heeft heel veel varianten van de Chance-lijn. Ze hebben de Eau Fraîche, de Eau Vive. Dan heb je ook nog de Eau de Toilette en de Eau de Parfum van de Chance. Heerlijk. Ik vind ze bijna allemaal lekker van die lijn. Ik wil er graag ook meer, maar ja, ik heb al zoveel. Dit is ook echt heerlijk, ja. Dit ruikt ook gewoon naar mooi weer. Zon, zoals vandaag, echt... Zeker een favoriet ook. Dan mijn geurtjes van Gucci. Deze heb ik nog in de tijd van Elvin gekregen. In der tijd bedoel ik. Toen we net samen waren. Dat is Gucci Bloom. Ook nog steeds een klassieker. Ook heel bloemig. Het valt me wel ook op dat ik veel bloemige geuren heb. Maar daar hou ik ook wel van. Pas ook echt bij mijn persoonlijkheid. Lief en zacht. Dus Gucci Bloom. Hij is ietsje zwaarder dan bijvoorbeeld in de Miss Dior Rose & Roses. Iets meer... intens qua noten, veronderstel ik dan. Maar wel ook echt heel lekker. Dan heb ik ook de Gucci Guilty Eau de Toilette. Die zijn ook van verpakking veranderd. Vroeger waren dat zo die kleine goudklompjes. Of ja, het leek zo op een goudblokje. Maar dit zijn nu dan de vernieuwde flesjes. Ook super lekker. Ook wel een avondgeur. Ja, het is een Eau de Toilette. Je hebt hem ook een Eau de Parfum, maar ze ruiken vrijwel hetzelfde. Maar wel ook echt een heerlijk geurtje voor een avondje weg. Dan heb ik twee geurtjes van Hermès uit de Twilly collectie. En dit is een van de favoriete geuren van Elvin. Als ik deze opdoe, krijg ik altijd complimentjes van Elvin dat ik lekker ruik. Dit is namelijk ook een hele intense, scherpe, kruidige geur. Hij schiet echt je neus in als je al gewoon aan het flesje ruikt. Hij is echt ontzettend lekker. Ik vind het flesje en de vormgeving sowieso heel erg leuk. Dat gekleurde sjaaltje dat er rond zit. Dat bolhoedje doet me echt zo aan Charlie Chaplin denken van vroeger. Ja, dit is echt een super lekkere, intense, kruidige geur. En dan heb ik ook uit de Twilly collectie de meer zomerse variant. De Twilly Hermès Eau Ginger. Heeft ook een wit bolhoedje. Heeft ook dat gekleurde sjaaltje weer. Echt super leuk. Ruikt heel lekker fruitig. Het is echt zo citrusgeurtje. In het begin vond ik hem naar toiletspray ruiken. Als ik hem opdeed, dacht ik, nou, het is net alsof ik hem met Febreze heb
besprankeld. Maar als je hem even in de huid intrekt en inwerkt, dan ruikt hij echt super lekker. Dan mijn Yves Saint Laurent geurtjes. Als eerste heb ik de Libre Eau de Parfum. Ook echt super, super lekker. Ook een hele mooie flacon met zo het goud dat rond de dop zit. En ook de letters wat hier op gemaakt zijn. Dit is de klassieke Eau de Parfum. Ja, ook echt heerlijk. Ik ben echt een fan hiervan. Nu moet ik wel zeggen, ongeacht of het Eau de Parfum of Eau de Toilette is, op mijn huid en op mijn kleding blijven alle geurtjes wel echt meer als een dag op mezelf hangen. Dus deze is ook echt een favoriet. Dan heb ik ook van de Libre collectie de Eau de Toilette. Dit is dan weer een hele frisse variant. Ook super lekker, wat bloemiger. En dit is ook een kleiner flesje. Maar deze is ook echt heel lekker. Dan van Paco Rabanne heb ik één geurtje, de Olympia. Dit is ook gewoon de klassieke Eau de Parfum. Vind ik lekker, maar gebruik ik niet heel vaak. Dit is zo mijn minst favoriete geur van alle geurtjes dat ik heb. Je ziet het ook, het is echt amper gebruikt. Maar ja, ik moet er echt zin in hebben. Dit is echt een geur waarvan ik denk, oké, vandaag wil ik die opdoen. En dan doe ik hem op. Maar het is niet mijn signature geur. Of ja, niet mijn favoriet in ieder geval. Maar deze heb ik ook in mijn collectie. Is ook het enige geurtje wat ik van Paco Rabanne heb. Dan heb ik twee geurtjes van Valentino. Deze, de Born in Roma. De klassieke van Valentino. Super lekker. Ook wat zoeter. Ook een heel mooi flesje. Ja, die gebruik ik ook regelmatig. Hele lekkere geur. Deze van Valentino. Dit is Yellow Dream, als ik niet vergis. Ja. Dat is deze, bijna hetzelfde flesje. Dit is ook meer zomer-lente. Ik vind de klassieke Born in Roma wel lekkerder ruiken dan deze. Maar ja, het is wel zo een frisse zomersgeur. Dus ja, deze heb ik ook in mijn collectie. Dan mijn favoriete zomergeur. Hands down, mijn favoriete zomergeur. Die had ik ook bij in Zakynthos, als ik me niet vergis. Dat is een geurtje van Guerlain. Van de Aqua Allegoria lijn en de geur Passiflora. Die gaat helaas uit het assortiment. Ik vind het super jammer. Ik ben heel blij dat ik er nog een fles van heb. Maar dit is echt, ja, dit schreeuwt zomer en vakantie. En voor mij is dit nu ook echt een memory geur. Omdat ik hem dus bij had in Zakynthos. Als ik hier aan ruik, word ik automatisch gecatapulteerd naar die vakantie. Ja, echt een zalige geur. Ik ga er zo zuinig mee zijn, want ik wil niet dat die opgaat. Aangezien die uit het assortiment gaat. Dan nog een geurtje, wat echt mijn opstapgeur is. Is de La Nuit Trésor van Lancôme. Dat is deze diamant. Die meng ik vaak met een body splash van Victoria's Secret wat ik heb. Ik heb mijn body splashes nu niet laten zien, want het zijn er maar drie. Het is letterlijk die van Victoria's Secret. Eentje van Hollister en eentje van Essence. Ik wou nu echt mijn parfumstash laten zien. Maar deze gebruik ik dus heel vaak in combinatie met die body spray van Victoria's Secret. Ook echt zo'n opstapgeur, net zoals Black Opium van Yves Saint Laurent. Ja, deze is echt, ruikt heel hard naar vanille, maar super, super lekker en heel intens. Dan heb ik nog een geurtje van Tiffany & Co. Dat is deze. Ook echt een heel lekkere geur, mooi flesje ook. Ja, super lekker. Vrij zacht ook. En dat is van dat sieradenmerk Tiffany & Co. Ik denk dat de meesten het wel kennen. Echt een heerlijke geur ook. En last but not least heb ik nog een geurtje van Narciso Rodriguez, de Musk Noir for Her. Dat is deze. Narciso Rodriguez heeft voor het algemeen super lekkere geuren. Dit is wel de enige geur wat ik heb in mijn collectie van hun. Maar die ruikt ook echt heel lekker. Ja, ik denk dat ik dat nu wel bij iedere geur gezegd heb, anders zou de geur ook niet in mijn stash zitten. Maar Narciso Rodriguez is ook zeker een merk wat ik ontdekt heb sinds dat ik bij Issy Paris werk. Ik kende het merk daarvoor ook helemaal niet, maar ik vind hun geurtjes wel echt heel erg goed. En zo, dit was mijn parfumstash. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een kijkje te nemen in al mijn geurtjes. Laat in de comments achter wat jullie favoriete geur is of welke geur dat jullie op het moment heel erg lekker vinden. Vind ik heel leuk om te lezen. Ik hoop dat jullie de video van deze week ook weer leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. Druk ook zeker op het belletje als je mijn video's iedere week zeker niet wilt missen. En dan zie ik je graag volgende week weer. Doei!